Dit is het verhaal over mijn oude pony Darlin. Toen ik 10 jaar was, kreeg ik Darlin. Dat was in 2006. Het enige wat ik toen voor haar had, was een oud zadel van mijn Shetlander en een halster. Ik had nog geen goed passend hoofdstel voor Darlin, dus reed ik met halster. Na een poos zoeken, hadden we eindelijk een hoofdstel voor haar gevonden. Toen kon het echte werk eindelijk beginnen. Toen ik je iets langer dan een half jaar had, begon je heel raar te doen met rijden. Je begon te bokken en met hoofdstel in doen begon je meters achteruit te lopen. Ik vond je echt geen leuke pony meer. Mijn zus kende toen nog wel iemand die ook paard reed. Ze vroeg of zij een keer wou komen om op Darlin te rijden. Toen zij een poosje op je gereden had en je verzorgd had, ging ik ook weer meer op jou rijden en alles met je doen. Hartstikke leuk vond ik het weer. Eindelijk, je was weer lief. Ook begonnen we te springen. Dat ging super. Toen weer, ongeveer een jaar later, ben je weer heel raar. Ik vond het gewoon niet leuk meer. Ik heb toen ongeveer een half jaar niet meer op je gereden. Dat kon ook niet, want ik kreeg je gewoon niet te pakken in de wei. Je hebt zelf op de marktplaats gestaan om verkocht te worden. Er zijn totaal 2 mensen gekomen, maar die wou die allebei niet. Ik heb zelf ook toen naar een andere pony gezocht. Maar na een half jaar begonnen we weer te rijden. Het ging niet supergoed, maar het ging al wel steeds beter. Toen ik weer een poosje op je aan het rijden was, begonnen we weer te springen. Het ging ook weer super. Maar toen ik een keer foto's aan het kijken was op de computer, zag ik dat we vroeger veel hoger sprongen. Dus dat ging ik weer proberen. Ik wist wel dat je toen nog kon. Het ging echt supergoed. We hebben toen ook nog een keer een trektocht gemaakt met 3 vriendinnen en 3 ponies. Het ging super. We hebben kaarten over het maïsland gecrossed. Dat was zo gaaf. Wat was ik blij dat je niet verkocht was. En toen besloot ik een keer met een vriendin vrij te gaan springen. Je hebt hem gewoon 1 meter gehaald. Ik was toen zo trots op jou, hè? Ook ben ik met jou, dat was in totaal 2 keer, naar een hele goede vriendin van mij geweest. Dat was echt super gaaf. Maar toen, in de zomer van 2011, zag ik eigenlijk dat ik toch wel te groot voor je werd. En toen, op een dag, kwam er een kennis van ons. Hij zag Darlin in de wei staan en vond het een hele mooie pony. Mijn vader zei dat ze te koop was. Hij zou erover denken. En ja hoor, hij heeft je gekocht. Maar het voordeel is, hij wordt 5 minuten bij ons vandaan, dus ik kan nog super vaak naar je toe. Ook ging ik zelf op zoek naar een andere pony. Toen kwam ik uit bij Eowyn, ook een super pony, maar jij bent gewoon echt de beste. Ik zal je nooit vergeten, lieve Darlin. Ik mis je echt super erg.